We gaan het nog spannender maken. Ik heb een aantal dilemma's voor Lucas en Steve. Mooi. En deze zijn niet makkelijk. Summer on You of Up Till Dawn? Up Till Dawn. Ja, Up Till Dawn. Want? Recenter. Je moet niet in het verleden blijven hangen. En dit was voor ons ook een en natuurlijk de eerste solo plaat die zo ontzettend lekker deed. Ja, natuurlijk een... Summer You met Sam was natuurlijk ook super vet. Alleen uiteindelijk als je die solo hit pakt, is dat toch net ietsje speciaal. Ja, absoluut. En de volgende stelling, wat zou je willen? Een nummer 1 hit scoren, in Nederland dan? Ja. Of verkozen worden tot de beste DJ ter wereld? Verkozen worden tot de beste DJ van de wereld. Ja, dat ben je. Ja, echt zeker. Gewoon geen twijfel over. Ja, dat is toch wel, ik bedoel, en het is wereldwijd. Kijk, nummer 1 in Nederland is natuurlijk ook fantastisch. En daar mag je ook ontzettend trots op zijn. Maar als je dat mag kiezen, de beste DJ van de wereld, dat geeft zoveel, volgens mij, zoveel meer voldoening. Hey, we gaan dit jaar gewoon voor allebei, goed? Ja, oké. Hey, dat is wel eens wel een leuke. Hometown Maastricht of in het buitenland, zoals hier in Miami? Nou, eerlijk gezegd, ik ben meer in het buitenland dan in Maastricht. Dus ik ga voor Maastricht eigenlijk. Ja. Ik ben 100% Maastricht. Ja, dat is thuiskomen. Wat is er zo bijzonder aan Maastricht dan? Ben je er wel eens geweest? Ja, ik vind het heerlijk, maar ik vraag het aan jullie. Ja, Maastricht, ik weet niet, je hebt altijd wel als je dan... Maastricht is gewoon op rondstad thuiskomen. Weet je, ook even naar de oma's toe, even de ouders weer zien. Hoe vaak kom je nog in Maastricht? Wij proberen wel regelmatig. We hebben niet alle tijd, maar voor ons is het wel echt... ik probeer wel iedere maand wel een keertje te gaan. Ja. Het zou wel mooi zijn. Mij lukt dat niet, maar ik probeer... als ik een paar keer per jaar ben, dan ben ik wel zielsgelukkig. Oké, de nieuwe hit van Ex on the Beach, Lena. Of toch Temptation Island, Fabiola. Ik weet geen idee wie dat zijn, maar... Gênant genoeg weet ik precies waar dit over gaat. En ik vind het fouilleren van Lena echt een topper. En die van Fabiola, wat was dat ook alweer? Dat was iets met alles is designer of zoiets. Een beetje moneyboy-achtige shit. Ik heb echt geen idee waar dit over gaat. Ik ga toch voor fouilleren, denk ik. Okay. Ik heb geen duidelijke reden. Dan ga ik niet met je mee. Nou, top gedaan. Jullie mogen terug naar start en dan krijg je de dubbele inleg. Veel plezier. Dit waren Armin van Buuren en Lucas en Steve uit Miami. Doei!